Monique Westenberg, de partner van André Hazes Jr., krijgt kritiek van Guido den Aantrekker voor haar beleid rondom het continu bleuren van het gezicht van hun zevenjarige zoontje. Den Aantrekker noemt het beleid halfzacht en suggereert dat het meer te maken heeft met een verdienmodel dan met daadwerkelijke bescherming. Monique onthult dat ze ervoor kiest om het gezicht van haar zoontje te bleuren om hem de kans te geven een normale kindertijd te ervaren, zonder de nadelen van publieke bekendheid. Dit besluit volgde op een incident waarbij hun zoontje prominent op een roddelblad verscheen, wat haar motiveerde om zijn gezicht voortaan te bleuren. Guido den Aantrekker bekritiseert Moniques aanpak en noemt het halfzachte maatregelen. Hij wijst erop dat naarmate het kind ouder wordt, de kans op herkenning in de samenleving toeneemt. Den Aantrekker stelt dat als Monique het echt vervelend vindt als haar zoontje wordt herkend, ze duidelijkere maatregelen moet nemen, zoals het volledig vermijden van social media. Volgens Den Aantrekker is Monique's motivatie om haar zoontje op social media te tonen gerelateerd aan financiële belangen. Hij suggereert dat Monique haar gezinsleven als influencers deelt, inclusief haar zoontje André, wat volgens hem haar keuze om hem te beschermen in twijfel trekt. De kritiek op Monique strekt zich ook uit tot de keuze van de naam André voor hun zoontje. Den Aantrekker suggereert dat de naam Hazes ongelukkig is, gezien de bekendheid en het sentiment rondom de naam André Hazes Senior.